اللهم عليك بإيان هيرسي علي وبفنخوخ، اللهم انزل عليهم غضبك وسخطك. Als wij zoiets in Nederland toestaan, echt het geluid van een schreeuwend varken op zijn slechtst, die echt de dingen zegt die tegen alles ingaan waar wij voor staan, dat zo iemand nog in Nederland mag preken, dat zo iemand in Nederland nog iedere vrijdag voor een moskee dit soort walgelijke teksten mag uiten. Dit is precies waarom mijn partij iets anders wil met Nederland, om dit soort gasten de mond te snoeren en als het even kan ook het land uit te zetten. Dag meneer, mag ik u een folder geven? Ja, dank u. Alsjeblieft. Nou ja, het is geen boerka. Het eerste is de grenzen sluiten, want dweilen met de kraan open lukt niet. En ten tweede, realiseren wie we zijn, trots op zijn en opkomen vooral voor onze eigen waarden en normen en doelen. Ik heb in Nederland geen behoefte aan een aparte, nieuwe islamitische zuil. Er is inmiddels genoeg islam in Nederland. Mensen die extremisme niet veroordelen, maar vergoeilijken, ga ik niet in debat. Er zijn grenzen in de democratie. En die grenzen zijn, als een imam oproept, naar mijn mening heeft hij dat gedaan, tot geweld, tot de dood van Hirsi Ali, tot de dood van Theo van Gogh. En op het moment dat er dan moslims zijn die zeggen dat hoort erbij, daar moeten we niet zo moeilijk over doen, dat hoort bij onze cultuur. Met die moslims wil ik niet in debat. Ik vind juist dat die moslims een onderdeel zijn van het probleem dat we in Nederland hebben. En daar ga ik dus niet vervolgens mee in debat. Het is toch kenmerk van de democratie dat je debatteert met mensen, ook al ben je het daar totaal niet mee eens. Ja. Maar ook daar zijn grenzen aan. En ik heb u dat nou ongeveer 3 keer uitgelegd. Als u wil, dan doe ik het nog een keer, maar ik denk niet dat u een heel ander antwoord... Ja, u kunt het uitleggen, maar ik begrijp het niet. Nee, nou ja, dan is dat heel vervelend. Een beetje gaan missen. Van zeldzaam weerzinwekkende teksten over dat de boerka moet kunnen, haar capitulatiegebrabbel over de islamisering van onze cultuur en haar schitterende mediaoptreden bij geen stijl. Wat kon die vrouw goed zwijgen? Vervolgens mag ik even kort. Maar? Of doen we het daar eventjes? Loop even die kant op. Ja? Maar u stapt gelijk. Wij zijn van geen stijl. Oké. Okay. Leuk, hè? Oh ja, ik heb er nu al eens tegengekomen. Ja, eerder. Dat klopt. Ja, klopt. Wat heerlijk als we elkaar weer ontmoeten voor leuk, de tweede keer. Nou, zullen we een hand... Ja. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het prima. Vindt u van al deze mensen? Nou, hartstikke goed dat er mensen zijn die, als ze het ergens niet meer eens zijn, dat ook duidelijk, luid en duidelijk, duidelijk maken, kenbaar maken. Als u nou zo hier bent, staat u dan wel steviger in uw schoenen nu u een spindokter heeft? Ja, ik weet niet waar dat beeld vandaan komt. Ik heb geen spindokter, hoor. U heeft een nieuwe spindokter. Oké, nou dan weet u meer dan ik. Fijn. Goed. Dat is niet zo? Ja. Is dat niet zo, mevrouw? Mevrouw Vogelaar, laten we netjes antwoord geven. Nu? Mevrouw Vogelaar? Zal ik dat zelf beslissen? Waarom wil u daar niet op ingaan? Waarom wil u daar niks over zeggen? Ik vroeg me namelijk vooral of u dat niet als gênant ervaart dat u als minister een spindokter nodig heeft. U geeft daar geen antwoord op. Daar kun je toch wel netjes over praten. Ik denk dat de spindokter zou zeggen nu, nou, kan je beter Rutger even netjes antwoord geven. Dat komt goed over op de camera. Dan zien de mensen ook een beetje dat u goed met de media om kan gaan. Dan houdt u gewoon uw mond. U bent toch minister? Ik loop gewoon achter u aan, hoor. Waarom geeft u geen antwoord? Wat is het voor iets geks? Omdat ik op onbeschofte vragen geen antwoord geef. Het is toch geen onbeschofte vraag? Dan gaat in de media is het bekend dat u een spindokter heeft. Daar kan u toch gewoon over praten? Dat is toch geen onbeschofte vraag? Wat is het nou voor onbeschofte vraag? U bent minister, ik ben journalist en ik vraag u iets over de spindokter. Daar kan u toch gewoon antwoord op geven? En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Maar waarom is dat? Het is weer geen handig media optreden dit. Dat ziet u dat zelf niet? U kan mij netjes gewoon, als wij daar netjes had gezegd, nou meneer, zo en zo zit het en zo werken wij bij, dat doen wij zo. Nou, klaar. Maar u gaat zo tekeer. Dat is toch gek? Ja, ik wacht wel. Ik ook. Maar snapt u dat niet? Heeft u dat niet in de gaten? Nee. Ik krijg er bijna medelijden met u. Moeten wij niet gewoon een gesprekje kunnen hebben zo? Dat is toch gek?
Nou, zal ik u dan maar in bescherming nemen? Dan stoppen we ermee. Voorzitter, ik heb hier vanuit deze plek de ex-minister een keer gekwalificeerd als knettergek. Waarom dissen jullie mijn wiri? Omdat jullie dat niet zo dope vinden? Daar heb ik sketta aan. Ik vind het juist wel masterlijk. Ieder zijn eigen stilo, je weet toch? Ik check jullie later. Voorzitter, al het tuig moet van de straat. En de Marokkaanse straatterroristen het land uit. Wie onze gastvrijheid misbruikt om de beest uit te hangen, is geen Nederlands paspoort waardig. En als het gaat om minderjarige Marokkanen, mogen wat ons betreft hun ouders ook mee het land uit. Maar u durft het niet. U durft niet, meneer de minister-president, in alle lafheid, en u laat de burgers opnieuw in de kou staan. Het ligt dus de kern van het probleem. In de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, is de helft van de bevolking onder de 21 al van niet-westerse afkomst, meestal moslim. Er hangen een andere cultuur aan, een ideologie, normen en waarden die niet de onze is, ook niet de uwe. En die minister-president zegt hier doodleuk, 1 miljoen moslims is niet te veel. Wilt u er nog meer? De Partij voor de Vrijheid, fractievoorzitter, wil er minder. En ik vind het jammer, maar ook eigenlijk heel onverantwoord dat die minister-president daar afstand van heeft. Eerst even naar de andere winnaar van vanavond, dat is de heer Wilders. Ja. Meneer Wilders, bent u door iedereen gefeliciteerd aan tafel? Nog niet aan tafel, maar net bij de make-up wel door iedereen, gelukkig. Ja. En dat doet u goed? Nou, dat doet mij goed, want ik zag mensen op televisie net op hun bijeenkomsten iedereen feliciteren, behalve mijn partij. Dat zag er een beetje zuur uit, moet ik eerlijk zeggen. Maar ook ik kan tellen en ik zie dat toch de drie grootste partijen in Nederland, CDA, Partij van Arbeid en VVD, alle drie een enorm pak op hun broek hebben gekregen. En dat... Rains a lot this time of year. Then we both go together if one falls down. I talk out loud like you're still around. Hey, was hier, hoe is het, brother? Ja, toch, lekker, lekker, man. Hey, lekker rustige buurt, hè? Ja, kom wel goed, man. Kom wel goed. Het is altijd in Nederland. De whole klik in de motherfucker. De mensen die ons haten, die protesteren om te zweren. Maar de mensen die ons op een blootje willen smeren. Het zijn die kanker Nederlanders die zeggen tegen mij wat ik moet doen. Hey yo, ik geef die meisje en doen en dan ga ik er last voor maken. Kanker, ik hoef niet met je te vragen, want ik ga je dom maken. Want ik ga je kraken met mijn vrienden. Around.
Bos zou eens moeten beginnen met het snijden in zijn eigen linkse taaie vlees. Afblijven van de zorg, afblijven van de politie, afblijven van het onderwijs. Het zal niet gemakkelijk zijn om de eigen achterban te pakken, maar het kan wel. Voorzitter, snij in die linkse publieke omroep. Minimaliseer de contributie van de Europese Unie. Stop met die kunstsubsidie. Stop met die ontwikkelingshulp behalve noodhulp. Stop met die JSF. Laat minder asielzoekers toe en ga zomaar door. Dat zijn allemaal mogelijkheden. En ik vind het onvoorstelbaar dat het kabinet wil nagaan denken hoe de gewone man gepakt kan worden, terwijl ze eigenlijk eerst in het eigen linkse vette vlees zou moeten snijden.